Als je een goede stek gevonden hebt en je zit er op het juiste moment met aas waar je vertrouwen in hebt, dan worden details belangrijk, zoals je rik. Zo'n splitteringetje bijvoorbeeld. Of zo'n wartel, die precies klem komt te zitten in het buisje. En niet te vergeten het stukje tube, dat weer exact over het warteltje past. Dat stukje tube op de onderlijn is belangrijk. Het voorkomt namelijk tangelen tijdens het ingooien. En als je lood de bodem raakt, duwt het de onderlijn weg, zodat hij niet op een hoopje dwarrelt. Dit is zonder twijfel het belangrijkste detail. Het type haak en de manier waarop hij geknoopt is. Ik gebruik een bladknoop en haal de onderlijn van buiten naar binnen door de downeye. Wat je krijgt is een echte vleespakker waarbij een line aligner niet nodig is. Het is werkelijk een ongelooflijk goed systeem. Vorige week wist ik 400 kilometer van huis en nu 400 meter. Dan heb ik deze vis binnen 15 minuten op de rivier. Deze vis kwam een uurtje later, om 9:15. Die heb ik maar even gewogen. Mooi hè? Een stuk dynamiet. Ik hoop dat die opname een klein beetje lukken. Bij het licht van een straatlantaarn. Ja, dat zien we dan morgen wel. Deze mag weer terug. En dit zijn ze, hier gaat het om. Dit zijn prachtige vissen om te vangen op de rivier. Ja. Mooie hooggebouwde spiegel. 23 pond. Ja, hier zit mooi het midden. Ze heeft prachtig sport. Ja. De vissen die hier vangt hebben bijna allemaal een papegaaienbek. Ik denk dat dat te maken heeft met aarzen op stromend water. Ze kunnen in de stroom immers niet overeind blijven. En moeten toch op de bodem aarzen. Van dichtbij ziet die bek er zo uit. Ja hoor, driehoeksmosseltjes.